In 1936 wordt hij de eerste secretaris van de kort ervoor opgerichte Volksuniversiteit. Vervolgens wordt hij in 1939 leraar aan het Gemeentelijk Lyceum in de Van Nispenstraat. Hij geeft les in staatsinrichting, recht en economie. Dat moet voor hem ook geen lol zijn geweest. Dat hij dus voor zo'n zootje gaaiers les moest geven. Die nooit naar hem luistert, die gewoon met allerlei andere dingen bezig was. Dat is de enige leraar waarvan u niets geleerd heeft. Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen. Het is zijn 35ste verjaardag. Aan het eind van de dag pakt hij een pen. Uitgebreid beschrijft hij de gebeurtenissen en indrukken van die dag. Hij besluit met de zin: deze verjaardag, 10 mei 1940, zal mij lang heugen. Je wordt zelfs zo meegetrokken in die oorlog. En dan ben je een type en denk, nee, ik doe toch nog één blad voor meten wat de volgende dag gebeurt en de volgende dag gebeurt. En ja, dat vond ik dan toch wel interessant. Denk, je wordt echt wel meegenomen in de oorlog hier in Doetinchem. Op 19, 21 en 23 maart 1945 wordt Doetinchem door geallieerde bommenwerpers gebombardeerd. De foto's die Jan Massing daarna maakt laten zien waarom Doetinchem tot een van de zwaarst getroffen steden van ons land behoort. Het was doodstil in de binnenstad. Overal gebroken ruiten en hopen glasscherven. De toren was een stompe klomp en het dak van de kerk weg. Op zaterdag 5 mei legt hij de vreugde in de stad vast als de Duitse troepen capituleren. Onder meer met deze surrealistische foto.